De hulpdiensten rukten donderdag uit voor een melding van stormschade in de 23e straat van Zwaneveld. Door de storm was een deel van de dakbedekking losgewaaid. Brandweer is druk bezig geweest met het loshalen van de bekleding. Er zijn vanwege het loswaaien van het dak 5 woningen ontruimd. Vanwege de wind is het loshalen van de dakbedekking een gevaarlijke klus geweest. Voor de bewoners was het behoorlijk schrikken. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. Mijn overbuurman die hoorde dus een hele hoop wind aan een paar flinke stevige windvlagen. Ik ging die eens toch eventjes naar buiten gaan kijken rond 9:15, 9:30. En die ziet in één keer het hele dak leer als een hele grote zwarte plaat naar voren komen. En dat hing dus tot gisteravond hing dat voor de ruiten bij de mensen. En van daaruit heeft hij dus ons op de app geattendeerd dat we toch maar beter even naar huis konden komen. Dus ja, ik balde enorm. Dan kom je thuis en dan zie je dus gewoon, net wat ik zeg, dat er gewoon eigenlijk een kleine ramp is voltrokken. Althans voor ons. Ik zeg, dat is gewoon een ramp waar we ergens anders geslapen. Je mag je huis niet in. Ik zeg, dat is eigenlijk nog niet eens vrijgegeven. Wij zijn net zwaar illegaal bezig geweest door toch stiekem even naar binnen te gaan. Ik zeg dat het er gewoon niet uitziet. De verzekeringen die hebben dus in een afwachtende houding gezeten. Wat moet er nu gebeuren? Dus de gemeente zelf heeft de verantwoording genomen om het asbest op te rapen. Ja, daar liggen een paar stukken op de grond. Dus voor mij hebben ze de bril niet opgehaald. Ik zeg maar ze hebben getracht om er iets aan te doen. Ik zeg, de verzekeringen die wachten af. Ik zeg, wij wachten in principe ook af. Ze hebben wel ons het advies gegeven om overal foto's van te nemen, om te filmen, om eigenlijk alles wat je kan vastleggen aan documentatie. Om dat vast te leggen. Het was een dak. Maar het zijn muren, ramen, laminaatvloeren, ondervloeren. De trap die bekleed is. Verzin het maar allemaal. Dus wat de verzekering gaat doen, dat weet ik niet. Maar ik hoop één ding dat opgelost wordt. En dat we ons huis weer in kunnen.